Aan het eind van elk gangendiner komt het dessert. Kok Joey tovert ook dit keer weer iets heerlijks op tafel vanuit het Doetinchemse Borghuis. Welkom bij Toveren met Toetjes, de meest luchtige kookshow van de regio. Vandaag gaan we weer toveren met toetjes en het is alweer de één na laatste aflevering. Vorige week hadden we mijn favoriete cheesecake en deze week iets met chocola. En dat moet jouw favoriet zijn. Zeker weten. En wat is dat dan? Dat is een brownie in combinatie met chocolademousse en een stracciatella-room. Oh, gaat het snel, hè, die reeks? Ja, gaat heel snel. Maar wel heel leuk en vooral heel erg lekker. Ik hoop dat we er volgend jaar nog eentje kunnen doen. Ik hoop het ook. Ik ga beginnen. Oké, ik ga beginnen met de chocolademousse. En daar heb ik nodig een eiwit, wat chocola, suiker en slagroom. Dus een snelle variant van de chocolademousse. Ik heb het eiwit scheiden. Ik heb het eiwit nodig, dus dat gaat in de bekken. Zo. Bij het eiwit gaat dan de suiker. Nou, dat gaan we dan zo meteen opkloppen. Nog een bekken nodig. En daar ga ik de slagroom in opkloppen. En dan sla ik eerst het eiwit op, want eiwit die kan niet goed tegen vet. Als ik dan eerst de slagroom op zou slaan, zou ik daarna alles schoon moeten gaan maken om vervolgens de eiwit op te gaan slaan. Dus daarom doe ik eerst het eiwit. Zo, nou, de eiwit is wit en stijf geslagen. Dan ga ik even de chocola in de pan doen. Ik heb die pan weer als voorgaande keren bovenop water staan. En dan zet ik het vuur eronder aan. En dan kan het mooi rustig smelten, dat het niet al te warm wordt. En dan gaan we de slagroom opkloppen. Dan kan ik gewoon doorgaan met de eiwitten eraan. Dat maakt er niet uit. Dan klop ik de slagroom mooi lobben, dat je een mooie zachte mousse krijgt. Nou, de slagroom is mooi lobbig. Zo, de chocola is mooi gesmolten. Dan zet ik die ernaast. Zo. Ja. En die chocolademousse, hè? Moet je dat nog in een bepaalde volgorde aan elkaar toevoegen of hoe werkt dat? Ja, inderdaad. Dan heb jij een. Gooi het allemaal in één bak en je ziet het wel. Nee. Tenminste, dat zou ik denken. Nou ja, dat zou je dan ook mooi zien. Ja. Nee, de chocola die meng ik als eerst met de eiwitten. Ja. Dan krijg je een, omdat chocola stolt natuurlijk met een koudere temperatuur, krijg je een mooie emulsie. Ja. En als je dat dan mengt met de slagroom, dan krijg je alsnog een hele gladde emulsie. Wat gebeurt er nou als je het omdraait? Als je het omdraait, heb je de mogelijkheid dat het gaat schiften. Oké. En dan krijg je een soort van stracciatella mousse. En dan moet je weer opnieuw beginnen. En dan kun je weer opnieuw beginnen. Ja, duidelijk. Dat is niet wat we willen. Nee, zeker niet. Oké? Ja. Dan ga ik het even afmaken, want hier vergt een beetje snelheid. Snelheid, ja. En aandacht is hier voor nodig. Dan gaat dit dus als eerst bij de eiwit. Nou, dit mengen we dan zo. Chocola met de eiwitten. En hier moet je ook nog een bepaalde snelheid in houden, anders wordt het ook wel wat. Ja, je moet wel een klein beetje tempo erin houden om het mooi glad te houden. Ja. Anders krijg je alsnog dat het een beetje gaat schiften. Nou, wat slagroom erbij. Dan heb ik erachter een wit bakje staan. Dat vierkante of rechthoekige bakje. Dat is wel makkelijk om dat daarin te storten zometeen. Dan mengen we de slagroom erdoor. En dan storten we hem in de bak. Proeven? Ja, lekker. Oh, dus het is niet alleen mijn favoriet. Nee. Dan gaan we nu verder met de brownie. En daar heb ik voor nodig natuurlijk weer chocola, boter, 1 espresso, een klein beetje bloem en bastardsuiker.
En dat geheel gaan we mengen in een bekken. En de chocola natuurlijk weer smelten. Zo. Nou, dat kan dan weer langzaam smelten. En als de chocola dan een beetje gesmolten is, dan kan daar de boter bij. Het is eigenlijk alleen het loskloppen van het ei met de bastardsuiker. Dan zie je dat hij een beetje lichtbruin wordt. Er zit een klein beetje lucht in en dan is het eigenlijk al goed. Dan hebben we gelijk een mooie bak om alles in af te maken. Nou, dan is de chocola bijna gesmolten. Dan kan de boter erbij. Dan smelt hij mooi een beetje mee. De chocola is aan de laatste fase. Dan doe ik de espresso bij de suiker en het ei. En dan roer ik daar rustig de bloem doorheen. Het wordt een wat taaie massa, dus dan heb je al gelijk in de gaten dat je een goede, volle, machtige brownie aan het maken bent. En dan kan het hierbij in. Zo. En dan gaat dat in een ingevette bodem. En dan gieten we hem erin. Zo. Ik heb de oven op 150 graden staan. Dan mag die 25 minuten. Zo. Dan kan deze eruit. Even tussendoor stracciatella crème had ik er gemaakt. Dat is gewoon eigenlijk slagroom met geschaafde chocolade. Mooi een beetje crème erbij. Zo. Dan heb ik hier twee lepels in warm water. En als je dat in warm water doet, kun je een heel mooi bolletje maken. Ja. Een beetje munt. Zo. Het ziet er gezellig uit. Een paar nootjes erbij. En een framboosje. Of twee. En we hebben weer een leuk dessertje. Nou, het is mijn favoriet, dus ja, zal ik hem nu proeven? Proef jij hem als eerst. Even de combi mooi maken. Het is echt een chocoladebommetje. Ja. Smaakt wel goed, denk ik, of niet? Ja. En mocht u nou de recepten eens willen teruglezen, dan kan dat natuurlijk altijd op de website. En? Ben je tevreden? Schouderklopje. Een schouderklopje. Ah. Heeft u nou geen zin om te koken? Of om een dessertje te maken? Gaat u toch lekker uit eten?